We zijn aanwezig bij de zomerbarbecue. Het zou eigenlijk een winterbarbecue zijn. Maar door corona werd dat iedere keer uitgesteld. Het is een zomerbarbecue-wedstrijd geworden. En daar zijn we nu bij aanwezig. Dit zijn allemaal juryleden. Dat zijn hele grote kenners allemaal op het gebied van barbecuen. En de gerechten die gebarbecued worden. Jullie heel veel succes straks. Maar dat gaat zeker lukken. En anders dan roep je mij maar, kom ik even helpen. Succes, dat is de jury. Maar we hebben niet alleen een jury, we hebben een prachtige clinic daarginds. En we hebben hier Wim Vink, de eigenaar van barbecueplein.nl. En die is pizza's aan het bakken. Wat hebben pizza's met barbecue te maken? Nou, die hebben eigenlijk heel veel met barbecue te maken. Want je koopt niet alleen een pizza oven voor de pizza's te bakken, maar voor alle gerechten te maken in je pizza oven. Want er kan zoveel meer in als alleen een pizza. Kun je erin barbecuen? Je kunt er in barbecue, je kunt er super lekker vlees in klaarmaken, een lasagne in klaarmaken, cake in bakken, brood in bakken. Eigenlijk alleen je fantasie, dat is de enige beperking die je hebt. Nou, je kunt er in feite wel je fantasie in kwijt. Ja. Hè? Want op het gebied van vlees zijn er natuurlijk steeds meer mogelijkheden. We gaan helemaal weg van het barbecue worstje en de hamburgers. Maar we gaan juist naar gerechten. Heel toevallig had ik gisteren een varkenshaasje op een speciale manier gekruid en een sausje eroverheen gedaan. En dat bij mij op de buitenkeuken gedaan. Dat is ook een barbecue die bij jou vandaan komt. Wat kunnen de mensen bijvoorbeeld aan vleessoorten in zo'n, en we gaan er even bij staan, in zo'n pizza oven klaarmaken? Nou, bijvoorbeeld ribeye is super lekker. Lamskoteletjes, maar ook vis is super lekker om dat te garen op deze pizza oven. En vergeet vooral niet de groentes die je erbij kunt kunt maken. Ja, die groentes. Ik zelf zou bijvoorbeeld de groentes direct op het product doen. Dan het product in folie pakken. En het er eerst even lekker in laten trekken. Maar geldt dat normaal gesproken ook? Of zeg jij van nou, dat moet je niet bij alles doen, want dan smaakt alles hetzelfde. Ja, het is eigenlijk zonde om alles in te pakken. Hè? Je koopt zo'n mooie oven, je koopt zo'n mooi vlees, zo'n mooie groentes en dan ga je alles inpakken. Vind je dat zelf niet zonde? Nou nee, dat doe ik alleen met heel gevoelig vlees of met vis bijvoorbeeld. Hè? Als we zalm hebben, dan leg je er wat dillen op en je doet er een grapefruitje op of een citroentje. Ah, ja, de groentes op de vis leggen is natuurlijk super lekker. En zeker zoals je het zelf vertelt over de zalm. Maar laten we gewoon beginnen bij het begin. Het kopen een mooie pizza oven. En hoe maak je hem dan aan en hoe hou je hem op temperatuur? Ja. Daar zou ik het liefst eerst over willen hebben. Ik ga meteen naar kijken, want als we hier in kijken, dan zie ik wat houtblokjes liggen aan de zijkant. En aan die kant ligt nog een houtblokje wat niet is aangemaakt. Wordt die pizza er gewoon tussenin geschoven? Nee, het is zo dat ik aan één kant een blokje hout heb neergelegd. Aan één kant is die gewoon aan. Ik leg aan de andere kant leg ik alvast een blok hout neer. Die laat ik warm worden. Die laat ik alvast op temperatuur komen. Zodat die oven dadelijk niet gaat roken. Want we willen natuurlijk een goede smaak van de pizza hebben. En niet dat alles naar de rook smaakt. Ja, en dan is het vocht uit het hout? Of? En dan is het vocht uit het hout. En als je dadelijk gaat zien, dan gaat eigenlijk al dat blokje hout aan de andere kant automatisch aan. Omdat het vuur eroverheen trekt. Ja, ja. En hoe mooi is dat? Ja, precies. En dan die pizza die erin gaat. Nou, het blokje hout leggen we terug aan de kant van waar dat al het hout eigenlijk opgestookt wordt. Dan vegen we hem even schoon en dan schuiven we die pizza erin. En die hebben we dan in 90 seconden klaar. Zo. En hier zien we een heleboel ingrediënten. De pizza's worden zelf ook gemaakt op de traditionele manier. Je gooit ze rond. Ja. Met ingrediënten en eten ga je niet gooien. Dus dat vind ik eigenlijk flauwekul. Je draait ze rond. Ik zou het gewoon lekker op de bank houden en veilig. Want zo'n goede gooier ben ik niet. Anders dan ligt die pizza bij de buren voordat hij er overheen kan. Ja, dus ik ben niet zo'n goede gooier. Dus laten we dat vooral niet doen. Nee. Maar ik zou het gewoon lekker op de bank houden en dan schuif je hem in één keer lekker in. Maar het is wel geweldig om er iets mee te maken. Ja, het is spektakel. Het is spektakel. En gisteren heb ik hele lange schuitjes mogen eten in een pizzavorm.
En ik vond het geweldig, want dan heb je echt delen met elkaar. Ja, dat was een pizza van een meter, geloof ik. Hè? Een pizza van een meter. En ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Dat is geweldig omdat om te presenteren. Ja, maar vooral omdat je dan 3-4 verschillende smaken op tafel hebt staan. Ja. En iedereen eet eigenlijk van elkaar meter pizza. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, 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 ja. Hey, deze apparatuur. Ja? Verkrijgbaar bij barbecueplein.nl? Natuurlijk. Naar welke pagina moet je ze dus? www.barbecueplein.nl. Goed zo. Nog één vraag over dat vlees. Bij de workshop, daar hadden ze het over ezeltje. Ja. We hebben het hier over vlees. Vleesdelen die niet zo vaak gebruikt worden op de barbecue. Gaan we die nu meer onder de aandacht brengen? Ik had het al eventjes over procureur. Zijn dat nou vleesdelen waarvan je zegt, daar moeten we met de barbecue meer naartoe gaan? Natuurlijk is het niet altijd nodig om het duurste vlees op de barbecue te leggen. Sorry. Je hebt heel veel soorten vlees die heel goed kunnen in een barbecue. En als je een pizza oven hebt, dan kun je ook lekker langzaam garen. Want het is een oven. Het is een buitenoven. Het is nog beter als je oven in huis. Hoe mooi is dat? Dankjewel voor dit gesprek, Wim. En heel veel succes met pizza bakken vandaag. Super, dankjewel hè.